Groot materieel, u zag het net in het journaal. De ontruiming van de kraakpanden langs de Betuwelijn is nog in volle gang. Speciale brand- en traangasteams, paarden en honden. Vanochtend ingezet om de panden op het tracé van de Betuwelijn te ontruimen. In een kort geding van de NS tegen Groen Front op 10 januari besloot de rechter dat de actievoerders de woningen moeten verlaten. Maar Groen Front weigert en zet het protest tegen de Betuwelijn voort. Verslaggever Ellen Brands bracht de nacht door bij de krakers in gespannen afwachting van een mogelijke ontruiming. Er zijn hier een hele hoop sympathisanten toegestroomd die vaste bewoners hier gaan helpen bij de verdediging van hun huis morgen. Want we verwachten heel sterk morgen dat er een ontruiming gaat plaatsvinden. En wij gaan zoveel mogelijk doen om dat op zijn minst zo lang mogelijk te laten duren. Hier op het dak van dit pand hebben we een toren gebouwd. En daar gaan mensen zich in vastketenen. Jij moet daar boven, hè? Ja. Zie je dat al zitten? Nou, als het zo hard blijft waaien, of nou, als het harder gaat waaien dan nu, dan... af en toe een harde windvlaag is niet erg. Wow. Het is bijna 4:30 nog. En om 4 à 5 uur zal de ME wel komen. Dus daar zitten we op te wachten. Ja, het is niet zo koud. En we blijven zo. En al was het koud, dan zouden we het nog wel volhouden. Ja, dan maak je een vuurtje of zo. Dat is echt niet vervelend. Als er een crisis komt voor de ontruiming, dan klim ik de boom in. En dan zal ik gaan wachten. En als ze dan richting mij komen, ga ik zo hoog mogelijk. Daarvoor heb ik deze soort van permanent klimtuigje verzonnen, zeg maar. Zo. Met een band. En die zit dan zo door mijn kruis gewikkeld, zo. En dan kan ik dan zo aan gaan hangen aan een haak. En ik heb een touw bij me. Ik houd het op. En dan haak ik rond een tak. En dan hang ik zo aan een tak. Heel hoog, zo 10 meter boven de grond. Zo. Dat zagen jullie net? Ja, niks. We kunnen om elke auto lachen, dus. Ja, een politieauto. Nee, een politieauto. Maar die rijdt hoe vaker langs, dus. Peter, ja. Het is inmiddels al 6 uur, dat is lang na 5. Gaat het nog gebeuren, denk je? Geen idee. We vermoeden dat ze niet tijdens de spits iets willen gaan doen, omdat ze dan met die hele kolonne dwars door de spits heen moeten. Dus ik denk dat we nou eens moeten gaan wachten tot 9:00 als de spits afgelopen is en het licht is geworden. Misschien dat ze daarop wachten. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk, ja. Oké, doei. Ben je aan het doen? Testen. Hoe die zitten en zo. Want ik kan er inderdaad misschien nog een tijdje in gaan zitten. Dan kan ik beter nou uitvinden wat ik nou verkeerd doe. Hoi, je bent Peter van GroenFront. Ik kan even melden dat er hier net wegwerkers zijn gesignaleerd die omleidingsbordjes aan het zetten zijn op de A15 in afslag. Dus dat betekent waarschijnlijk dat het inderdaad vandaag losgaat.
gaan voorstellen wat er aangetroffen wordt. Het zit helemaal dichtgeplankt, dus ja, voor de rest. Ik heb liever dat u zich verwijdert, heren. Achter de ring van de ME, van de collega's. Ik wil even rustig in gesprek. We doen even achter de ring. Er zit een stukje spelelement in, dat is juist. Sommige vragen krijgen we geen antwoord op, maar ik denk, daar heb ik vertrouwen in tenminste, maar zoals Peter zegt moet dat vandaag blijken, dat met name onveilige situaties voor beide kanten, die worden goed aangegeven. En daar gaat het uiteindelijk om. En hoe laat denkt u dat u vandaag klaar bent? Er is rekening mee gehouden dat het uit kan lopen naar morgen in ieder geval. Een stukje spelelement. Drie kwartier geleden zijn 140 man ME overgegaan tot ontruiming van het bewuste kraakpand in Zetten.